Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken in deze gloednieuwe video. Mijn naam is Nia en als je je afvraagt waarom ik dit op mijn hals staan, dat komt nog van een andere video. Maar in ieder geval vandaag heb ik Q&A voor jullie. Ik heb 5 vragen voor jullie binnengekregen via Instagram. Het zijn er maar liefst 39, dus laten we beginnen met de eerste vraag. Sme.d.m. Waar ben je het beste slash slechtste in op school? Het beste? Ja, ik sta het hoogst voor MNT. En het slechtste in... Ik ben het slechtste in, denk ik, in MNG. RobinX.x.x. Als je één iemand die overleden is, weer levend mag maken voor 15 jaar, wie zou dat dan zijn? Ik denk mijn overgrootoma. Jen.nijhuis. Wie is je beste... Wow. Wie van je beste vriendinnen vind je stiekem toch het aardigst? Weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Nee, dat zou ik echt niet weten. Jen.nijhuis. Ben je blij met wat je met YouTube hebt bereikt? Ja, ik ben heel erg blij mee. Echt super blij. Jen.nijhuis vraagt weer. Waar hou je echt niet van? Babyvoeding. Daar hou ik echt niet van, nee. Ik weet het niet. Ik denk iets van... Liegen. Liegen, ja. Dat is een goeie. Liegen, daar hou ik niet van. Jen.nijhuis. Wat vind je het leukst om te doen? YouTube-video's maken. Rosa.x. Waar heb je je navelpiercing laten zetten? Bij Ringmaster, Ridderkerk. En daar heb ik mijn navelpiercing laten zetten. Quinty.v.g. Hoe lang moet jij naar school fietsen? Dat hangt eraf. Als ik alleen ben, 10 minuutjes. Als ik met Zoe fiets, langer dan een half uur. Felicia.laagstreepje. Als je met een fan een video mag opnemen, wie zou je dan kiezen? Ik hou van al mijn fans, maar toch denk ik dan Felicia, omdat je echt een trouwfan bent. Je reageert echt overal op. Maar eigenlijk het liefst zijn nu al mijn kijkers de video op willen nemen. J-I-N-X Finn. Met welke grote YouTuber zou je een video op willen nemen? Oeh, dat vind ik moeilijk. Ik weet het niet. Ik denk dan Nikki Tutorials als ze moeten kiezen. Dan is zij echt zo professioneel en dan ben ik daar de hostie. Nou, dat is ook zo'n video, zou ik dan op willen nemen. Carina-Rietveld vraagt, waar wil je graag op vakantie? Waar wil je graag heen op vakantie? Ibiza lijkt me heel leuk, maar ik zou Spanje of Italië ook wel heel gaaf vinden. Ik denk dat ik dan zou kiezen voor Spanje. Mijn moeder denkt waarschijnlijk nu, waarom kies je geen Ibiza? Nee? Nu wil jij wel het liefst heen, hè? Yep. Yep. Ik denk dat ik voor Spanje zou kiezen. Oké, Daisy Love Femke heeft 3 vragen. Wat voor soort stage zou je willen doen? Iets in de fysiologie, denk ik. Ja, fysiologie. Liever altijd YouTuber of liever altijd thuis wonen? Liever altijd YouTuber, want ik denk... Ik ben heel graag thuis eigenlijk wel, maar ik denk op een gegeven moment dat ik het wel fijn zou vinden om lekker huisje voor jezelf te hebben. Vraagt hij liever altijd dagjes uit of liever vaak bij vriendinnen slapen? Oh, ze heeft nog meer vragen. Altijd dagjes uit. Bij vriendinnen slapen, daar kan ik niet zo goed tegen. Want als ik niet slaap, dan word ik echt ziek ervan. Liever autorijbewijs halen of schoolstudiediploma halen? Autorijbewijs, maar schoolstudie boeit me niet zoveel. Dan denk ik van, oké, doei, studie. Ik vind school helemaal niet leuk, dus ga ik voor mijn autorijbewijs sowieso. En wil je weer eens een vlog met Marina opnemen? Ja hoor. Nora Peppel vraagt, welk cijfer geef je mij?
een miljoen. Nora zit bij mij op school, ik geef je een miljoen. En Nora Pep vraagt weer, welke docent vind je het aardigst? Oeh, dat weet ik niet. Wie dan? Hoe heet die? Je nablijf leraar. Oh, meneer Van der Stel. Ja, hè? Ja, dan denk ik, en wie mag je echt niet? Dat kan ik echt niet maken, dat ga ik echt niet beantwoorden. Dan kom ik in een probleem op school. Nee, ik denk dat die persoon het zelf wel weet. Oké, Zoe, laagstreepje, lips 13. Wat is je favoriet eten? McDonald's eten. Een kleffe hamburger van de McDonald's. Zoe vraagt weer, wat voor snoep vind je het lekkerst? Tony Chocoloni, karamel zeezout. Ja. En zo vraag ik weer, wat is je favo smaak? Chocola, Tony Chocoloni, karamel zeezout. Oh, dat. En Latifa.oo, wat vind je van meneer Clemens en waarom koos je voor die school? Ik ken meneer Clemens niet echt, ik heb geen les van hem. En waarom ik voor deze school koos? Ik vind het een hele leuke school. En ik had geen zin om naar een heel hoog niveau te gaan, omdat ik heel veel huiswerk en zo. En dan dacht ik van, ja weet je, ik vind het niveau gewoon beter. Dus. En dan had ik over een paar jaar naar een andere school gemoet. En daar had ik ook niet zoveel zin in. Sanne Barning vraagt, wat is je lievelingsmerk van kleren? Groetjes van Sanne. Oeh, lievelingsmerk, denk Levi's. Hoe is dat zo? Levi's achter de camera. Ja, Levi's is mijn favoriete merk. Chantal, laatst heb je George, laatst heb je. Van wie hou je het meest uit je familie? Ik denk van allemaal evenveel. Ja. Amira, 5440 vraagt: hoeveel kinderen zou je laten willen? Weet ik niet. Dat weet ik echt, dan denk ik nog echt over na. Maar ja, dat weet ik niet. Liaantje, 40 vraagt: wil je. Als je 18 bent ook een tato, wat, denk het wel, maar daar zou ik wel eerst over nadenken. Ik zou het niet gelijk zetten als ik 18 ben, maar ik zou er eerst goed over nadenken. En wat wil je laten worden? Nou, ja, YouTuber natuurlijk, maar als dat niet zou kunnen, dan fysicist of iets. Ja, tatoearts lijkt me ook heel gaaf, dan moet je heel goed voor kunnen tekenen. En dat is ja, niet mijn allersterkste punt tekenen, maar ik vind het wel leuk om te doen. En ja, ik zou echt iets voor fysicist gehad of mijn eigen kapperszaak of zoiets. Iets mijn eigen zaak en dan kapper, fysicie of dat zoiets. Jutie Lastripinelle vraagt, wanneer ben je jarig en geboren? Ik ben geboren op 25 november 2003. Ik weet niet wat ik altijd met die boer zal zitten en doen. En wanneer ben je jarig? 25 november. En Beauty laatst even Nelle vraagt, als je huis in brand staat, en je kan één iemand redden, ja, wie zou dan redden? Weet ik niet. Degene die nog niet buiten is, denk ik. Dat zou ik echt niet weten. Oké, Beauty laatst even Nelle vraagt, naar wat kijk je zo op tv? Wat ik kijk op tv? De expeditie. Dat soort programma's, de expeditie, dat soort programma's, niet heel veel. Beauty, laatste keer naar de vraag, wanneer komt nog eens een zingvideo PS, je kan super mooi zingen. Nou, ja, denk niet dat er misschien nog een zingvideo online komt. Ik heb wel hele oude beelden waar ik echt klein was, waar ik een jaar of 8, 9 was. Misschien nog zelfs nog wel jonger, 7 of 6. Dat ik heel mooi zat te zingen en mijn eigen videoclips op zat te nemen. Dat deed ik vroeger, maar nu zing ik niet meer. En zo mooi kan ik nu ook weer niet meer zingen. Beauty laatst Cepinelle vraagt, wat is je grootste droom? Grootste YouTuber dan, denk ik. Beauty laatst Cepinelle vraagt, wat wil je later doen van werk als je gedaan hebt na school? Ja, beauty artist, mijn eigen salon, kappersalon, dat soort dingen. Beauty laatst Cepinelle vraagt, ben je meer een papa's kindje of een mama's kindje? Vroeger was ik echt een vaders kindje. Ik denk nog steeds wel, maar ook wel weer een moeders kindje. Allebei. Ik denk allebei. Mijn broertje is echt een moeders kindje, maar ik echt wel allebei.
Oké, we zitten nu even in een andere hoek omdat de camera bijna leeg is. Dus die ligt nu in de lade. Terwijl we filmen, dus filmen we even vanaf deze kant. Beautylas heeft hier een vraag. Kan de fans een fanmail sturen? Nou ja, dat kan. Mijn fanmailadres staat hier altijd onder in de beschrijving. Zoals cadeautjes of brieven. Tuurlijk kan dat. Kan die allemaal onder in de beschrijving. Staat er eigenlijk altijd mijn fanmail. En dat zou ik natuurlijk super leuk vinden. En als dat natuurlijk opgeschreven wordt, dat sowieso laten zien in de video. Dat zal je altijd terugzien als ik een fanmail binnenkrijg. Beautylas heeft je net gevraagd. Wat is je favoriete muziek en film? Mijn favoriete muziek is Lil Kleine. En favoriete film Twilight. Dat vind ik echt heel leuk. Wat zou je doen als in één keer 0 abonnees heb? Gewoon vanaf het begin beginnen. Gewoon weer opnieuw gaan, niet opgeven zou ik doen. En dan de volgende vraag is: wat is je favoriete film? Twilight. En Ilse Z7 vraagt: wat voor een piercing wil je nog in je leven hebben? Ik wil graag nog een helix, maar die kan ik eigenlijk niet. Omdat mijn oren te klein zijn en omdat ik daar te veel kraakbeen heb. Maar die zou ik wel willen, maar ik denk niet dat ik het doe, omdat het waarschijnlijk niet kan. Dat zei ze ook, ze raden het me ook af. Omdat je een hele grote kans hebt dat het gaat ontsteken. En ja, en dan kan je nu je oren helemaal van vervormen. En zo'n grote kans heb je dan als je het gaat doen terwijl het niet goed is voor je oren. Dus daarom zou ik het niet doen. En dan zijn we alweer bij de laatste vraag van Chinook99. Hoe had je geheten als je een jongen was? Mama? Hoe zou ik geheten als ik een jongen was? Lorenzo, Tigo, Yannick. Wat vond ik nog meer leuk? Gio vond ik ook leuk. Gio, Giovanni. Nou, zo. Eén van deze soort namen. Owen vind ik ook heel leuk, maar dat was meer toen Fabio. Nou, dat is. En dat waren dan alle vragen. En dan zeg ik bedankt voor het kijken in deze video.